dit event doen we een lasttest. En die lasttest, dat is een plaat onder 45 graden met erop een ring. En die moet zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant gelast worden. En het leuke daarvan is dat elke positie daarbij gehandeld wordt, zodat we echt kunnen testen of die last er wel of niet goed is, ja of nee. We organiseren dit Gorinchem Welding Event ook voor de naamsbekendheid van TLS Roosendaal samen naar buiten uit te dragen. Maar ook om de mogelijkheden en de toepassingsgebieden te laten zien waar wij ja, met raad en daad de klanten terzijde kunnen zijn. Nou, dat doen we eens hier daar. Dus hij dat ding weer terug en hij zei, eerlijk gezegd, ik heb vanmiddag met de boekhouder overlegd. Ik mocht gaan tot 20.000 gulden. En verder kan ik ook niet gaan, verder ga ik ook niet, maar dan wordt het me gewoon te duur. Ik zei, aha, verder. Mooi kan het zijn om een stukje kwaliteitsborging, een stukje levering van apparatuur, handel en een stukje advies te kunnen combineren met de echte mannen van de werkvloer die hier hun prestaties kunnen leveren, prijzen kunnen winnen en lekker met een wedstrijd mee kunnen doen. We letten niet alleen maar op de regelmaat, maar de las moet ook ongeveer onder 45 graden liggen tussen de horizontale plaat en de ring. Bovendien kan het zijn, als je aan het lassen bent, dat door te grote hoeveelheid warmte dat bijvoorbeeld de ringmateriaal wat weg gaat smelten. En we noemen dat randinkarteling. En een las moet ook vrij zijn van randinkarteling en vervolgens dient de las ook netjes aangevloeid te zijn, zowel aan de horizontale plaat als aan de ring. Dus dit heeft uiteindelijk gemaakt dat dit de nummer 1 is van de werkstukken die gelast zijn. Alex Bosman Jansen. Het is een hele goede vent. Je moet ook even de leverancier van onze lasmaterialen bedanken. Want het is in ieder geval degene die de meeste filters verslindt bij ons. En nou kost hij ons nog een iPad ook. Dus maar, je hebt het verdiend, Alex. Gefeliciteerd, jongen.